Tine de Kenny, vandaag Anderlecht standaard, topaffiche. Hoe liep het? Ik denk moeilijk. Ik denk dat we in het begin moeilijk starten en dat ze direct laten zien dat ze naar hier zijn gekomen om te winnen. En ze scoren dan ook redelijk vlug. Maar ik denk dat we dan beter in de wedstrijd komen en dat we ook de aansluitingtreffer maken. En ik denk dat we dan ook op dat moment het gevoel hadden van oké, we zijn beter, we gaan erover gaan. En dan ja, 3 minuten voor de rust maken ze nog die 2-1 en dan weten dat het moeilijk gaat worden omdat we zo gaan rusten. En ja, dan in de tweede helft nog alles geprobeerd, komen we mooi terug 2-2. En ze hebben misschien 5 kansen gehad en scoren er 3 van terwijl wij proberen, maar ja. Het lukte vandaag niet en ja, dat is jammer. Ja. Het vervolg volgende week volgt al Gent, hoe zie je dat? Ja, ik denk dat we nu deze match moeten proberen zo snel mogelijk te vergeten en dat we volgende week met nieuwe moed naar Gent moeten gaan. Ja. We moeten sowieso volgende week proberen te winnen. We moeten terug alles geven, gewoon op ons gemakje verder trainen deze week. En ik denk dat dat dan wel in orde komt. Ik denk als je de wedstrijd ziet, we spelen goed rond de bal, maar het is net van voor waar we dat tikkeltje geluk en dat tikkeltje missen om te scoren en dat is wel jammer. Ja. En dan heb je de gouden schoen bekeken deze week. Ja. En wat vond u van terechte winnaar? Ja, terechte winnaar. Tessa heeft veel bewezen dit jaar bij Wolfsburg. Dus ja, het was een terechte winnaar. Ja. Oké, ik dank u. Veel succes voor het vervolg. Dank u wel.